Er is weer veel gebeurd dit jaar. En ook in de wereld van de optische illusies zijn een aantal hele interessante en mooie ontdekkingen gedaan. Hierbij mijn persoonlijke favorieten. De eerste. De vraag is, welk gebouw van deze twee staat dichterbij? Is dat links of rechts? Schrijf jullie antwoorden maar op. En welk gebouw denk jij dat dichterbij staat? Links of rechts? Ik ben heel erg benieuwd. Hou je antwoord hoog in de lucht. Wat denken jullie? Links, rechts, rechts. Ja, overwegend meer rechts. Oké, dank jullie wel. Het goede antwoord is links. Ja, het is bedriegelijk, hè? Dacht jij ook dat het rechtergebouw dichterbij stond? Dat komt dan waarschijnlijk doordat het in het licht staat en daardoor meer je aandacht trekt. Oké, de volgende illusie. De vraag is, hoeveel cirkels zie je op dit plaatje? Schrijf je antwoord op in een getal. En hoeveel cirkels zie jij? Antwoord in de lucht. 1-1-1-1-17-1-2. Nou, dat is een vrij score. Laat maar weer zakken. Het goede antwoord is, geloof het of niet, 17. In dit plaatje zijn echt 17 cirkels te zien. Zie je ze al? Of zie je er maar één? Ik zal je een handje helpen. Hier zitten ze verstopt. Dus hier zijn er inderdaad 16 en de middelste maakt 17. Dan is het tijd voor illusie 3. Ook een hele bekende. En de vraag is, wat zie je hier? Schrijf maar op in één woord. Steek jullie antwoorden maar in de lucht. Wat zien jullie hier? Muur, 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 baksteen, tegels. Nou, geen slechte score. Jullie hebben namelijk allemaal gelijk. Er is inderdaad een muur te zien, maar er is ook nog iets anders te zien. Wat nou als ik jullie vertel dat in het midden een sigaar uit de muur steekt? Ja, en als je hem eenmaal ziet, dan kan je hem niet meer niet zien. Zie je hem? Hij steekt hier uit de muur en dat is de as. Dan gaan we door met de volgende en laatste illusie. En dat is een echte oudejaarsavond illusie. Kijk goed naar de sneeuw. Ik doe zo meteen de lamellen dicht. En dan moeten jullie kijken of het sneller of langzamer gaat sneeuwen. En, wat vinden jullie? Schrijf je antwoord op. Oké, laat jullie antwoorden maar zien. Wat is het antwoord? Sneller of langzamer? Nou, bijna iedereen denkt sneller. Maar dat is niet goed. De lamellen zorgen ervoor dat het lijkt alsof de sneeuw sneller gaat, maar in werkelijkheid verandert die snelheid helemaal niet. Waarschijnlijk komt dit doordat de afstand die de sneeuw aflegt met de lamellen dicht korter lijkt.